Gemeente, vanmiddag openen we het woord in het Oude Testament. We lezen twee gedeelten. Allereerst uit Spreuken 18 en vervolgens uit Jesaja 50 nog enkele versen. Dus allereerst uit Spreuken, hoofdstuk 18, vanaf vers 12 tot 21. En vervolgens nog enkele versen uit Jesaja 50, vers 4 en vers 5. Daar horen wij het woord van God. Voor de ondergang verheft zich het mensenhart, maar nederigheid gaat voor de eer. Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande. Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren? Het hart van verstandigen verwerft kennis en het oor van wijzen zoekt kennis. De gift van een mens maakt ruimte voor hem en leidt hem in de tegenwoordigheid van groten. Wie de eerste is in zijn rechtszaak, lijkt rechtvaardig te zijn, maar dan komt zijn naaste en doorgrondt hem. Het lot doet geschillen ophouden en maakt scheiding tussen de machtigen. Een broeder wie onrecht is aangedaan is erger dan een sterke stad. En ruzies zijn als een grendel van een vesting. Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Tot zover de lezing uit het Spreukenboek. Dan lezen we Jesaja 50, vers 4 en vers 5. Jesaja 50, vers 4 en 5. Woorden tot het volk Israël in Babel. Kortom, tamelijk hopeloos. In ballingschap. En dan laat de Heere profeteren over een knecht. De knecht des Heeren. En wie dat is nog niet zo heel duidelijk op dat moment. Maar als wij teruglezen naar het leven van Jezus, dan hoor je daar iets in terug van wie Hij is. De Heer Jezus Christus zelf, de knecht als geen ander. De Heere Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt mij elke morgen. Hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere Heere heeft mij het oor geopend en zelf ben ik niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de preek vanmiddag is Spreuken 18, het 13e vers. Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande. Het thema voor de preek is net als vanmorgen, God in gesprek. Vanochtend hoorden we vooral het accent op zijn spreken. Dat hij begint. En dat dat alles anders maakt. Vanmiddag ligt het accent meer op ons luisteren. Anders gezegd op onze luisterhouding. Dat is gelijk ook de eerste lijn van de preek. Dus God in gesprek, de eerste lijn is mijn luisterhouding. En de tweede lijn is zijn, Gods luisterhouding. Mijn luisterhouding en zijn luisterhouding. Gemeente, ik zou vanmiddag maar bijna beginnen met deze oproep. Kijk elkaar eens in het gezicht. En wat zie je dan? Dan zie je een heleboel, ongetwijfeld. Maar voor ons allemaal geldt, dan zie je aan ieders hoofd twee oren en maar één mond. Dat is vast geen verrassing voor je. En misschien heb je dat wijze gezegd wel vaker gehoord. Dat het niet voor niets is dat onze schepper ons maar liefst twee oren heeft gegeven en slechts één mond.
En dat het dus ook iets zegt over de verhouding tussen die beiden. Wij zijn gemaakt om te horen, te ontvangen van God en van onze naasten. En oh ja, als we dat hebben gedaan, dan ook nog eens een keertje wat terugzeggen, wat antwoorden. Maar in die rangorde zo gezegd en in die volgorde. Eerst luisteren en dan spreken. En nu weten we allemaal wel van die ware woorden zijn verdraaid lastig. Want je kunt het nog zo vaak gehoord hebben, maar het werkelijk doen. Luisteren. Misschien heb je het wel eens meegemaakt in een gesprek. Je was met iemand in gesprek, dacht je. En naar je eigen gevoel plotseling, terwijl het gesprek nog helemaal niet was afgelopen, liep die ander weg. En je dacht, maar ik had mijn verhaal nog helemaal niet gedaan. Ik was nog niet klaar. Of je bent wel in gesprek, maar je ziet aan de oogbewegingen van die ander dat hij eigenlijk aan het kijken is wie in de omgeving is eigenlijk interessanter om een praatje mee te maken. Hij blijft wel staan, zij bleef wel staan, maar je had het gevoel, ik ben lucht, ik ben niks, ik ben niet interessant op dit moment. Het valt nog niet mee, werkelijk luisteren. En wat betekent dat? Nou, dat echt luisteren heel inspannend is. Dat een goed gesprek kracht vraagt, energie van je vergt. Het is niet gek als je na een intensief gesprek, een echt gesprek, gewoon eens eventjes moe bent. Zou dat heel anders zijn als je met God in gesprek bent? Dat het ook kracht van je vergt, inspanning van je vraagt. Of dat nu thuis is. Of tijdens de verkondiging van zijn woord. Er wordt wel eens gedaan, hè, alsof luisteren dat maar passief is. Je zit maar in de kerk en dan laat je het maar over je heen komen. Maar u wilt toch niet zeggen dat dat luisteren is? Als je echt luistert, dat vraagt kracht, aandacht, concentratie. En dat merk je soms, dat gaat echt helemaal niet vanzelf. En bovendien, echt luisteren is natuurlijk niet passief. Want ik hoop dat u tijdens de verkondiging wel iets terugzegt. En wees gerust, u zegt van alles terug tijdens de verkondiging. Ook zonder woorden. U zegt een hele hoop. Maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dat u tijdens de verkondiging wel wat terugzegt tot hem die met u in gesprek is. Daar heeft luisteren ook mee te maken. Antwoord geven op zijn tijd. Doorvragen tot God. Als je niet eens bent met hem of met zijn woorden. Sommigen van u zijn dat gewend trouwens ook. En daar zie je iets van dat luisteren helemaal niet passief is. Of hetzelfde is als niks doen. En sommigen die zijn varen er wel bij door tijdens de verkondiging wat aantekeningen te maken. En anderen is er weer beter in om er een tekening van te maken. En zo als waar een kapstokje te hebben bij de preek. En weer een ander zegt, nou laat mij maar gewoon met mijn oren luisteren. Dat doe ik ook intensief. Gemeente, waar gaat die tekst dan over die we voor onze neus hebben? Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande. Nou ja, dat net van dat voorbeeldje. Dat je in gesprek bent en iemand loopt weg. Voortijdig. Iemand heeft niet het geduld om uit te luisteren wat je te zeggen had. En voordat je je hart op tafel hebt kunnen leggen, draait die ander zich om en is verdwenen. Letterlijk kun je zeggen, wie doet terugkeren voordat hij geluisterd heeft. Hij geeft iets terug, maar het is veel te vroeg. Want je had je verhaal nog niet gedaan. En dat kan blijkbaar ook met God. Dat je hem in de reden valt, dat je ingrijpt, zegt stop, en dat je wegloopt. Wat gebeurt er dan? Als de Heere de moeite neemt om tot je te spreken en je loopt weg. Je tijd is op, je aandacht voor hem. Nou ja, beeld je het maar gewoon even in dat het u overkomen is de afgelopen week.
Je wilde een hartsgeheim delen met iemand. Nou, hoe vaak doe je dat in een week? Niet zo vaak, hè? Je wilde echt iets intiems delen. Dat wat je niet zomaar met iemand bespreekt. En dus had je gewacht tot een geschikt moment. Bij je beste vriend of vriendin. En toen durfde je eindelijk te zeggen wat je al zo lang met je meedraagt. En die ander luisterde helemaal niet. Want je vertelde het en vervolgens ging het 2 seconden later over de vakantie. Nou, dan weet je dus niet geluisterd. Nou, wat doet dat met je? Dan voel je je gekwetst. Waarom? Omdat er niet de buurman of buurvrouw was met wie je een praatje maakte, maar die goede vriend of vriendin, bij wie je na lang wikken en wegen je hart op tafel legde. Wat gebeurt er dan? Dan is je liefde gekwetst. Dan voel je je lucht voor iemand, niet interessant. Wat gebeurt er bij God als hij zijn hart op tafel legt in zijn Zoon, Jezus Christus? En ik sta op en ik ga weg. Net als afgelopen week, dan is hij gekwetst in zijn liefde. Daar gaat het over, in onze omgang met zijn woorden. En als je dan zegt, nou, waar moet ik dan aan denken bij het uitluisteren van God, als hij met mij in gesprek is? Een paar dingen maar, gemeente. Maar misschien helpt het als ik dat iets praktischer maak. Nou, 1, mag hij inderdaad helemaal uitspreken? Helemaal. Om 1 voorbeeld erbij te geven, als hij deze woorden aan ons geeft. Dat is behoorlijk dik. Hij heeft ons heel veel te zeggen. Mag hij dan ook in al die toonaarden tot ons spreken? Of is de eerlijkheid dat dit stukje van mijn Bijbel misschien overblijft? En de rest, dat is dan een gesloten boek. Ja, dan antwoord ik voordat ik helemaal heb geluisterd. Dan was hij nog niet klaar met spreken en ik was er wel klaar mee. Bijvoorbeeld. Helemaal als je bij Spreuken 18 in oogenschouw neemt dat het mogelijk is dat dit de setting is van een rechtbank. Je hebt nog niet geluisterd naar de aanklacht en je was er al vandoor gegaan. Je was er al klaar mee, je had genoeg gehoord. Hoe hou ik een smalle Bijbel over? Nou, als ik bepaalde dingen wegdruk van het woord van God. En ik weet niet wat voor voorbeeld je wil horen, maar loop ik inderdaad weg voordat de rechter is uitgesproken met zijn aanklacht? Dan heb ik antwoord gegeven voordat ik geluisterd heb. Of loop je weg als hij zich heeft uitgesproken in zijn Zoon? Want als het begint over Jezus en over zijn genade, dan komt het te dichtbij. Dan mag hij blijkbaar niet uitspreken. Dus als je denkt aan het uitluisteren van God, kijk dan eens bij jezelf na. Hè? Hoe breed is mijn Bijbel eigenlijk? En als je zegt, ja, maar wat moet ik daar dan mee? Nou, heel praktisch, dat weet u. Soms kan gewoon een leesrooster helpen. Dat voorkomt dat je je favoriete Bijbelgedeelte nog eens een keertje leest. En dat je iets meer ontdekt van dat vreemde land. Want vreemd is het soms wel, toch, het woord van God. Een totaal andere wereld. En leesroosters, nou ja, die zijn er in overvloed. Een paar seconden googelen en je hebt er zo een paar. Een 2, hoe kan het gebeuren dat ik Gods woord niet uitluister en dus te vroeg ga spreken voordat hij klaar was met zijn verhaal? Nou, dat misschien ook wel eens het ons gebeurt dat wij heel veel aan het praten zijn over. Ik hoor iets van het woord van God en dan moet ik er gelijk iets van vinden. Herkenning of niet, mooi of lelijk. In plaats van dat ik spreek vanuit zijn woorden, voordat ik echt doorgrond, wat staat er nu? Wat wil hij tegen mij zeggen? Wat laat hij hier zien over zichzelf? Dat ik te snel ben met mijn reactie, dit vind ik ervan. En weg, en hup, en door. Of dat ik begin met wat in ons dagelijks leven ook wel eens gebeurt, hè? Dan vertelt iemand je wat en dan zeg je gelijk, oh, dat heb ik ook wel eens meegemaakt en vervolgens neem je het woord over.
Ja, dan kan die ander niet meer uitpraten, want ja, jij had ook wat meegemaakt. En weg is het verhaal van die ander. Een derde gemeente. Hoe kan het gebeuren dat deze woorden op ons slaan? Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft? Ik zei het al, luisteren is helemaal niet passief. Is ook niet stil zijn. Het kan ook zijn dat ik heel slecht luister en wel antwoord geef, als ik helemaal niet doorvraag bij de woorden van God. Wat bedoel ik? Het is natuurlijk heel mooi als u ontvankelijk bent en zegt, ja, maar dit is het woord van God, daar heb ik eerbied voor. Dan koester dat. Moet je niet kwijtraken. Dat is prachtig. Het besef, het zijn geen mensenwoorden, maar de heilige God richt het woord op mij. Maar ik luister niet echt als ik er niet op doorvraag. Als ik het nooit eens een keertje vreemd of aanstootgevend vind wat ik tegenkom. Dan luister ik niet echt. Dan gaat het eigenlijk langs mij heen. Positief gezegd, als je wil uitluisteren die woorden van God, vraag dan ook door. En zeg het hem wat je mooi vindt, maar ook wat je tegenspreekt. En stel je vragen erbij, want je komt werkelijk waar soms dingen tegen dat je denkt, is dit het woord van God? Moeilijke dingen. Dat je je vraagtekens hebt bij het handelen van God. Dat je je vraagtekens hebt bij mensen die kinderen van God genoemd worden in de schrift. Doorvragen is ook een teken van luisteren. En een vierde, positief geformuleerd, kou op wat je hoort, wat je leest. En als je erop wil kouwen, betekent dat ook heel praktisch, verteel jezelf niet aan te grote stukken uit de Bijbel in één keer. Soms kan het goed zijn, hè? Een keer een heel hoofdstuk doorlezen, ook voor de context van een gedeelte. Maar als je werkelijk waar wil uitluisteren, precies wil luisteren naar wat die ander, naar wat God te zeggen heeft, vaak ben je dan veel beter niet met een klein stukje. En daar maar een poosje op kouwen. Dat is wel moeilijk trouwens hoor, vind ik. Vindt u niet? Kouwen op die woorden van God. Dat je het geduld hebt om net zo lang te luisteren totdat die woorden je helder zijn. Totdat je weet, oh, maar dit vraagt God van mij vandaag. Zo spreekt hij. Ik zal maar eerlijk zijn, ik dacht op woensdagavond, ik stop ermee, Spreuken 18 vers 13. Wat was mijn gedachte? Ik kan er te weinig uithalen. Hier zit geen preek in. Nou, daar heb je het. Ik was precies aan de verkeerde kant. Ik kan er te weinig uithalen. In plaats van dat ik eerst begon met uitluisteren naar wat hij te zeggen had via deze woorden en stil te worden, tijd te nemen. Dan wil ik zo graag dat die tekst zich snel gewonnen geeft, dat ik in 2 uur tijd dat ik de preek helder heb. En dan kan ik verder. Maar zo werkt het woord van God niet. Zo spreekt de levende niet. Hij wil uit kunnen spreken. En hij vraagt mij, joh, luister je mijn woorden wel uit? Hoor je wel echt? Of ben je veel te druk bezig met de vraag, wat kan ik en wat hoor ik? En dan het liefst direct toepasbaar. Misschien help ik je met een beeld. Soms lijkt mijn Bijbel lezen op langsgaan bij de Mac. Dan heb je gewoon zo'n loketje bij de drive. Dan kun je wat bestellen en je kunt het zo naar binnen werken. Je kunt het zo toepassen. Het is niet heel ingewikkeld voedsel. En soms wil je dat gewoon graag, toch? Nu, gelijk een woord van God. Dat gelijk patsboom helder is. Makkelijk te verteren. Maar je hebt ook ander eten. Wat moet noemen? Draadjesvlees. Wat de tijd nodig heeft om te sudderen. En dan komt het op smaak. En dan wordt het ook gekruid en dan wordt het mooi en wordt het lekker. Maar het heeft wel tijd nodig. Soms wil ik zo graag bij het woord van God als langs de Mac. Even snel en dat het gelijk dan, oh, dit is het zakje. Eet smakelijk. Maar dat de Heer zegt, joh, kauw er alsjeblieft een poosje op.
Laat het eens sudderen. Geef dus de tijd. Zo snel geef ik mij niet prijs aan jouw gedachten en aan wat je van me vraagt. Dus, ik zei nogmaals, positief geformuleerd, kou op de woorden van God. En pak dan maar een klein stukje. Wat je dan wel helemaal kunt uitluisteren. En ja, dat kost tijd en aandacht. Ik bedoel, de reels zijn 30 seconden, denk ik ongeveer. Zo werkt dat bij God vaak niet. Je hebt vertraging nodig. En dat voel je misschien wel als je in de kerk bent of als je het woord van God leest. Dat je snel wil doorjagen. En dat je dan wel voelt, ik kom er nu niet uit, want ik weet het wel. Als ik deze woorden wil laten landen, moet ik stil worden. Moet het ook stil worden van binnen. En moet ik de vertraging in, dat wat ik zo lastig vind. De gemeente, ja, heel eerlijk, wij zijn mensen van vlees en bloed. God in gesprek wordt er niet makkelijker op als ons vermogen om te lezen afneemt. En daar hebben wij, alle generaties, toch wel een beetje last van. Dat merken we allemaal. Als we een dag achter de computer hebben gezeten, om maar een scherm te noemen, en dan een tekst lezen, vergt kracht. Dus, ja, het doet wat met ons. Als wij niet meer kunnen lezen en ons brein, zeker van onze kinderen, worden afgestemd op kort en snel. En ook wel een beetje op consumeren. Dat van die Big Mac gelijk. Het is lekker, het is goed, het is zoet, het is makkelijk. En misschien dan juist de noodzaak om heel bewust in je huis stiltezones af te spreken. Of stilte momenten aan te leggen. In je gezin. Ook voor jezelf. Want die stilte, dat is gewoon nodig om die woorden van God te horen ongehinderd, ongestoord. Werkelijk te luisteren met aandacht, zoals in het gesprek met die goede vriend of vriendin. Waar je er helemaal bij bent. Om goed te kunnen horen. Is dat trouwens iets om moedeloos van te worden, gemeente? Ons afnemende vermogen om te lezen. En dat merk je gewoon, dat merkt u ook. Dat merk je ook bij je kinderen. Dat merken wij op catechisatie ook. En waar dan ook. Maar ja, eerlijk gezegd soms wel een beetje, ja. Dat je denkt, heren, hoe moet u menselijkerwijs gesproken spreken? Als wij uw woorden niet meer tot ons kunnen nemen. En toch is dat niet het enige antwoord. Gelukkig niet, zeg. Want eeuwenlang zijn de woorden van God doorgegeven. Zonder dat mensen het vermogen hadden om massaal het te kunnen lezen. Ze moesten het doen met hun oren. En dat stond de geest blijkbaar niet in de weg. Om het evangelie voortgang te laten vinden. Alle eeuwen door. Dus ja, we zijn verwend, gemeente, en laten we dat koesteren. Doen wat we kunnen. Om werkelijk waar deze woorden tot ons te kunnen nemen, want we zijn verwend. En laten we de geest bidden. Dat hij ook in deze tijd wel wegen vindt om harten te bereiken. Ook als wij niet meer van die geoefende lezers zijn. Dat hij dat niet als hindernis beschouwt. Maar dat wij dan wel onze verantwoordelijkheid nemen, ja. In hoe wij ons brein vormen. Ons vermogen om die woorden van God te horen. Dat lijkt me geen overbodigheid. Gemeente, terug naar de tekst. Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande. Je hoort wel in die woorden, dat is net iets anders dan zo'n tegeltjeswijsheid. Zoals bij oma misschien op de muur. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Want hier komt er achteraan, het is je tot dwaasheid en tot schande. En daarom, gemeente, zit er ook iets van die luisterhouding achter. Het gaat niet alleen om luisteren alleen, maar ook de houding waarmee je luistert. Denk aan vers 12. Voor de ondergang verheft zich het mensenhart. Maar nederigheid gaat voor de eer. Dus onze luisterhouding, daar wil de Heer ons hebben vanmiddag. Meer dan alleen van wat vang je letterlijk op met je oren. Welke woorden, welke gedachten. Want
Waarom vallen wij een ander soms in de rede? Waarom vallen wij de ander, God zelf, in de rede? Waarom vind ik van alles van hem? In hoe hij het doet in deze wereld? Maar neem ik niet de moeite hem te laten spreken? Door zijn woorden dicht te laten of er slordig in te zijn. Waarom doe ik dat? Gemeente, dat heeft met één ding te maken. Met mijn houding tegenover hem. Dan zeg ik, ik weet al lang waar u naartoe wil. Dan zeg ik, u mag wel in gesprek, maar o wee als u deze kant op gaat. Dan haak ik af, dan loop ik weg. Gemeente, welke verboden gesprekspunten heeft de Heer bij ons? Hij mag het wel hebben over mijn geld, maar niet over mijn tong. Hij mag het wel hebben over mijn taalgebruik, maar niet over... Hij mag het niet hebben over mijn tijd, maar wel over... Maak eens een lijstje aan. Zijn er onderwerpen waar God niet over uit mag spreken? Waarbij je wegloopt. Of misschien voor de beleefdheid blijft staan, maar je zoekt dan met je ogen naar iemand anders die een beter onderwerp heeft. Gemeente, er zit dus iets achter, namelijk mijn verhouding tegenover degene die spreekt. Want iemand die je hoog hebt zitten, waar je respect voor hebt, die laat je uitpraten, toch? Ik moet niet elke keer over de koning beginnen. Maar op bezoek bij de koning denk ik niet dat u hem in de rede valt. Dan heb je het ontzag voor de koning. U mag het zeggen. Ik voel me vereerd dat u tegen mij spreekt. Gemeente, dat besef. Hoe verhouden God en ik zich tot elkaar als hij zijn woord opent voor mij en als ik hoor? En daarom, als ik hem onderbreek, dan heeft dat waarschijnlijk te maken met mijn trots. Dat ik even mijn plekje niet weet tegenover God. Dat ik het kwijt ben, wat het is, het ontzagwekkende. Dat de eeuwige zich mengt in mijn korte, eindige leventje. En de moeite neemt om te spreken tot mij. En die trots die kun je doorvertalen, ook in je prioriteiten, ja. Dat je werk, je hobby, je gezin, je... Soms met heel goede redenen hoor. Maar dat die voorgaan boven het luisteren naar Gods stem. Gemeente, en daarom het gaat om onze luisterhouding. Wat zit erachter als ik hem in de rede val? En ik zei altijd niet zo onschuldig, want het is je tot dwaasheid en schande. En schande, dat woordje heeft iets van een publieke vernedering. Moet ik voor een voorbeeld gebruiken? Nou ja, denk gewoon in het dorp. Als je weet van iemand dat hij wel zijn mondje bij zich heeft, maar luister gewoon maar, dat is fijn, geen fijn gezelschap. Het zou me verbazen als zo iemand heel veel vrienden heeft. Als je ermee omgaat, dan merk je al snel, ja, maar ik kan hem helemaal niet vertrouwen. Hij praat wel, maar luisteren komt helemaal niet binnen. Dan wordt zo iemand alleen. En dat zegt de tekst, dat gebeurt er. Als je keer op keer in de rede valt, antwoord geeft en niet uitluistert. Dan kom je alleen te staan. En dat is natuurlijk bij God helemaal ernstig. Dat je geïsoleerd raakt op jezelf, los van God. Want je gebruikt je mond wel, maar niet die twee oren die je van hem had gekregen. Gemeente, en daarom hebben we het vanochtend eerst gehad over Hebreeën 1 vers 1. Je kunt 101 adviezen krijgen over hoe hoor je de woorden van God en hoe doe je dat in het dagelijks leven. Maar het begint bij onze houding. Het begint bij de verwondering dat God spreekt, de verbazing. Heeft u het tegen mij? Zegt u tegen mij? Ik kom eraan hoor. Daar moeten we mee beginnen. En dat vraagt misschien allereerst bekering voordat we het over allerlei praktische dingen gaan hebben. Maar goed, over die praktische dingen gesproken. Nog een paar dingen over onze luisterhouding dan. 1. Wees heel nuchter ook vanmiddag. Het vraagt wel oefening, luisteren. En dus ook heel nuchter
Je hoeft niet alles op één dag te leren bij de Heere God. Je hoeft dus ook niet op één dag alles te leren over zijn woorden. Als je van sporten houdt, maar je hebt een blessure gehad. Dan ga je ook niet vanaf dag één weer meevoetballen, toch? Dan weet je, ja, dan raak je zo weer geblesseerd. Nou, zo mag je ook zeggen, het is ook trainen, oefenen in het vertrouwd raken met de woorden van God. En daar gunt hij ons ook tijd voor, gelukkig. Daarom is het ook mooi als we als gemeente mogen leren. Op talloze plekken, allerlei manieren. Zo is hij in de weer met ons en hij geeft ons die tijd. Je hoeft niet alles op één dag te leren. En misschien wel, daar moest ik ook nog aan denken bij dat punt van ontlezing. Dat we het lastig vinden om de Bijbel te lezen. Misschien moeten we ook eerlijk zeggen dat we elkaar harder nodig hebben dan ooit. Dat je het ook niet redt als jongeren alleen. Om de schrift te lezen, dag in dag uit. Of dat het moeilijk is. En dat het misschien ook wel vraagt dat de gemeente juist zich meer oefent, ook in gezamenlijk Bijbel lezen. Dat weet u wel, daarom was ik ook zo blij met die Bijbellezing in de zomer. Dat u er maar toch wel met heel veel op afkwam. Dat is mooi, dan help je ook elkaar mee. Joh, kom ook mee. Want we hebben het soms nodig, mezelf in kluis, om het samen te doen. En om zo de discipline erin te houden. En de vreugde te hervinden van wat je allemaal niet gegeven is in die woorden van God. Want over vreugde gesproken, wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, je mag dus antwoord geven. Hè? En dat is geen zaak van benepenheid, van jongen, jongen, nou mag ik wat zeggen? Het is een zaak van vreugde. Je mag wat je hebt gehoord van Gods wegen, mag je hem teruggeven, doen terugkeren. Ook in je gebed, ja. God, ik dank u dat ik dit mag horen van u. Volgens mij hoor ik dat u mij die kant op wil hebben en dat u mij daarin corrigeerde. Help mij door uw geest. Maar heb dank dat u mij aansprak. Om even de vreugde van de spreukendichter zelf te vertolken. Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond. En hoe goed is een woord op zijn tijd. Daar bent u het al mee eens, toch? Dat het soms gewoon heerlijk is om te luisteren naar de woorden van God. En het, om hem dan terug te geven wat je hebt vernomen van hem, gehoord uit zijn mond. En hoe goed dat was. De stilte. De rust. Zo goed dat je dan vaak denkt, maar waarom kost het me vaak zoveel moeite om stil te worden? Waarom heb ik niet meer discipline? Want het is goed om te horen naar de mond van God. Gemeente, maar dit gedeelte spreekt ook over zijn, over Gods luisterhouding. Want misschien werd je er wel een beetje moe van. Dat je aan het turven was, wat moet ik allemaal wel niet deze week? Bij het luisteren naar de woorden van God. Zit er niet ergens ook nog evangelie in de preek of in deze woorden uitspreuken? Waarom zegt u dat? Is dat omdat je, als je eerlijk bent, je het ook wel nodig hebt, dat evangelie van genade en redding. Als God ons confronteert met onze, met mijn luisterhouding en gedrag. Maar als je dan evangelie wil horen, gemeente, kan het dan ook uit Spreuken? Of zou Spreuken alleen een gids zijn in het leven van alle dag? In het leven met je man, met je vrouw, met je collega's, met je leerlingen. Met je cliënten. De levenswijsheid van luister iemand uit en val niet in de rede. Vraag door. Kauw op iemands woorden. Laat ze bezinken. Maar gemeente, als Spreuken ook onderdeel is van de Bijbel, van het woord van God. En als we geloven dat hij dwars door al die boeken heen, zoveel verschillende soorten en genres, dat er als het ware een kleed omhoog gaat. Denk maar aan je verjaardagscadeau. Ouders hadden er een kleed overheen gelegd en je kwam beneden. En toen op die ochtend mocht je het kleed eraf trekken, werd het cadeau onthuld. Als we geloven dat in Spreuken ook God zich toont, dat hij zich onthult, het kleed eraf. Wat zeggen deze woorden dan over God en wie hij is? Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft?
Wat zegt dat over God? Dat zegt over hem dat hij een luisteraar is. Dat hij uitluistert totdat je helemaal bent uitgesproken. Dat hij je niet in de rede valt. En daarom lazen we ook in Jesaja 50 die woorden. Een paar versen maar. Dat portret van die knecht des Heren. Een portret van Christus zou je kunnen zeggen. Met terugwerkende kracht. Waarin je hoorde hoe hij een en al oor was. Hij wekt mij elke morgen, hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en ik zelf ben ik niet ongehoorzaam. Als je dan denkt aan Jezus, hij was een en al oor van zijn vader. Hoe vaak lees je niet in de evangelie dat hij de stilte opzocht, om te spreken met God, om te horen wat zijn vader tot hem te zeggen had. Om bezig te zijn in de dingen van zijn vader. Zijn woorden dus. Hij had het nodig, de Heer Jezus. Dan denk ik dat ik het ook nodig heb. Of niet? Maar zo was hij, luisteraar naar zijn vader als geen ander. En hoe mooi is dat, die intimiteit. Hij wekt mij het oor. Dat doet God. Als je verlegen bent om de juiste luisterhouding. Als je je eigenlijk een beetje beschaamd voelt. God, hoe vaak heb ik uw stem genegeerd? Hij wekt mij het oor. Dat mag je aan hem vragen dus. Open mijn oren. Dan vraag je dus, open mijn hart. Vernieuw mijn verlangens, dat ik er weer zin in heb. Om uw stem als de liefste te horen. En daarbij te leven. Gemeente, misschien moet je het nog maar heel letterlijk nemen. Zoals hier zo staat, hij wekt mij het oor. Elke morgen. Dat voordat ik mijn mond open doe, voordat ik antwoord geef. Aan mijn kinderen, aan je collega's. Aan mijn buurtgenoten, aan mijn klasgenoten. Voordat ik iets ga zeggen deze dag. Ik geef eerst mijn oor, mijn hart te luisteren. Bij God. Wat hoor ik van u? En dan pas ga ik de dag in. Gemeente, als dit zijn wijsheid is, wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande, dan is hij dus zo dat hij wel luistert. Of dacht je dat hij met dubbele standaarden werkt? Heel streng voor anderen. Maar heel soepel voor zichzelf. Dat kan bij ons mensen wel gebeuren, ja. Een dubbele maat. Maar zou God zo zijn? Als hij van ons vraagt, levenswijsheid, luister nu eens uit naar je vrouw, naar je man en naar mij. Zou hij dan zelf niet uitluisteren tot op de bodem? Denk aan die geschiedenis van die Emmausgangers die we in het voorjaar beluisterden. Die twee op weg, verdrietig en eigenlijk radeloos. En wat zei hij? Stel dat je suffert, had nou beter opgelet in de kerk. Dat deed hij niet. Hij ging in gesprek en hij vroeg door, want hij luisterde, hij was betrokken. En pas toen de bodem was bereikt, toen begon hij te spreken. Hij weet antwoord te geven op het juiste tijdstip. Gemeente, dat is toch heerlijk. Dat je deze woorden hoort onder het evangelie. Er is een luisteraar naar onze levens. En hij luistert uit tot op de bodem. Totdat je bent uitgepraat. Gemeente, is dat ook geen evangelie. Er is een luisteraar. En een luisteraar, wat betekent dat? Nou, net als in een gesprek. Een luisteraar betekent, er is iemand in je geïnteresseerd. Er is iemand die je de moeite waard vindt. En al zou heel de wereld denken, oh, laat maar kletsen. Met hem in gesprek gaan is niet de moeite waard. Dat is dus niet het laatste wat je hoort.
Gemeente, heb je het opgevangen? Ondanks de ruis eventjes. Er is een luisteraar. En actief luisteren betekent, ik ben betrokken op jou. Op u. Zo luistert God heel precies. Want hij is geïnteresseerd in u. En in jou. Anders zat je hier niet. Je bent het levende bewijs van zijn interesse. Zijn aandacht. En wat is dat anders dan liefde? Als u een ander woord weet, mag u het zeggen. Terwijl je jezelf kunt afvragen, ben ik de moeite waard? Terwijl dat misschien de vraag is van talloze tieners in onze dagen. Ben ik de moeite waard? Waar leef ik voor, zegt God? Ik luister. Is dat geen evangelie? Om de week mee te kunnen vervolgen? Hij draait niet halverwege om. Hij kent je verhaal. En toch zegt hij niet, ik ken het al lang. Ik weet al wat je gaat zeggen. Maar hij luistert uit, tot het einde. Ik kon eigenlijk geen beter woord verzinnen. Als u het grof vindt, dan vergeeft u mij hopelijk. Maar de Heer Jezus, hij heeft zich dood geluisterd. Hoezo dood geluisterd? Hij heeft zo geluisterd naar onze levensverhalen. Met al die zonden, al dat verdriet, al dat falen. Hij heeft zo nauwkeurig geluisterd naar al uw bidden, al uw pleiten op zijn genade. Hij heeft je niet onderbroken, hij is niet weggelopen, maar hij is gegaan naar het kruis, de luisteraar. Gemeente, zo'n God spreekt. Hij is de levende die het woord tot je richt. Als je zijn woorden opent. Is hij het niet de moeite waard? En wat een rare uitdrukking is dat. Om lief te hebben, te dienen, te volgen. Hij heeft zo uitgeluisterd. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Tot hij het kon zeggen. Hij gaf antwoord. Het is volbracht. Ook voor al die keren dat je mij in de rede viel. Ook voor al die keren dat je wegliep terwijl ik nog aan het woord was. Het is volbracht. Gemeente, hij valt je niet in de rede. Of misschien bij één ding. Als ik het goed heb, als die verloren zoon, als die verloren dochter naar huis komt en zegt, ik ben het niet meer waard uw kind genoemd te worden. Zover kom je niet. Probeer het maar. Gemeente, en daarom is het heel gezond. Een luisterleven. Een luisterleven waarbij je je oor leent aan God. In een wereld die zegt, volg je hart, volg je gevoel. En dat zou dan pas echt zijn. Dat zou dan pas met dat dure woord authentiek leven zijn. Nou ja, hoe authentiek is dat? Als heel de wereld zegt, volg je hart, volg je gevoel. Dan doen we allemaal hetzelfde. Dat zou echt niet meer, toch? Maar dit is echt leven. Een luisterleven is echt leven. Dat je zegt, als heel de wereld zegt, volg je hart, zeg ik nee. Ik volg Jezus. En hij mag het zeggen. Dat is wel echt leven. En het is echt vreugde. God in gesprek. Hij begon. En hij heeft het slotwoord. Hij is begonnen in mijn leven. En hij maakt het voor mij af. En het slotwoord is aan hem. Ook als ik mijn laatste adem uitblaas, dan mag hij het zeggen. En ik luister. Gemeente, ik denk niet dat we dan nog uitgeluisterd raken. Denkt u wel? Er is een luisteraar. Heeft hij wat van je gehoord? Amen.